Hartelijk welkom bij de volgende video en dit keer weer over de CNC router. Dit is namelijk de eerste bouwvideo. Ik weet niet of ik het in één deel doe of in twee delen, dat zal even moeten blijken. We beginnen met de bouw van de CNC router. En ik kan alvast vertellen dat er in de eerste video dat er geen handleiding bij zat. En dat klopt ook. Alles wat ik heb nagezocht, er zat geen handleiding bij. Desalniettemin, met wat zoeken op het internet, vond ik toch al vrij snel een handleiding. Nu is het echt zo bij die Chinese firma's die bij AliExpress leveren, dat daar regelmatig firma's tussen zitten die het product maken. Dat wordt dan bij heel veel firma's aangeboden, maar dat product wordt vaak in verschillende versies. Dus met andere woorden, die handleiding die ik gevonden heb, die hoort absoluut bij dit apparaat. Helemaal precies zelfs bij dit apparaat. Maar als ik bijvoorbeeld de lijst bekijk met onderdelen die erbij zouden moeten zitten, dan zit daar toch wel verschil tussen wat er in die handleiding staat en wat er in werkelijkheid bij zit. Waarmee ik niet zeg dat die niet gebouwd kan worden, dat er weinig bij zou zitten, maar waarbij ik dus zal moeten gaan experimenteren met hoe en wat kan ik nu eigenlijk in elkaar gaan zetten en hoe gaat dat werken. Nou, we gaan gewoon beginnen. We gaan zien waar het schip strandt. Ik heb de belangrijkste pagina's uit die handleiding uitgeprint en ik heb op mijn video, op mijn pc hier voor mij, mijn laptop, heb ik een video staan waarin ik eventueel kan gaan kijken. Wat ik nodig heb zijn in elk geval deze twee bakelieten delen. Dan heb ik nodig, even zien, de twee aluminium extrusions, maar dan de dubbele. Dat zijn deze hier, dus met die dubbele rand erin. Die heb ik nodig. En dan heb ik een aantal assen nodig. Dus ik pak even mijn mesje erbij om de assen los te snijden. Want die zitten met tie-wraps aan elkaar. Dus dat ga ik even losmaken. Zorgen we dat netjes doen, want je weet uit de 3D printerwereld dat de assen natuurlijk, als het enig is, kan zo recht mogelijk, zo glad mogelijk en alles moeten zijn. Dus vandaar dat ik daar enigszins voorzichtig mee doe. Zo, die zijn los. Oké. Allemaal eruit halen. Dus die dingetjes weggooien. Mesje leg ik naast me neer. Dan gaan we nodig hebben de vier zwarte houders van de onderkant van het bed. Met straks daar ook de bearings in, maar daar kom ik zo wel even op terug. Want we gaan eerst even iets anders doen. We gaan eerst even zorgen dat we een beetje een U-vorm van die, van dat frame aan de onderzijde, dat we dat in elkaar gaan zetten. En moeten we ook schroeven voor hebben. 12 stuks en 5 16 inch. Eens even kijken of ik dat toevallig ook nog zien kan. Even kijken. Oké. Okay. Welke dat dan zijn, want ik heb hier een heel fraai, dat heb ik ooit een keer geprint trouwens, dat is grappig. Dit kun je gewoon printen, dit is een onderdeeltje waarbij je de mate van schroeven precies kunt meten. Dus ik moet even bij de schroeven kijken van welke de juiste zijn. En aangezien het er 12 moeten zijn, zal het een aardig pakketje zijn. Even kijken of dit de 16. Ja, dit zijn de 16'tjes. Ja, dat past precies. Kun je zien. Hè? En die ga ik er 12 van gebruiken. Daar heb ik er 12 van nodig. Ik weet niet hoeveel er zijn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 stuks. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Inderdaad. En dan blijven er 2 over. Dus die zullen misschien later nodig zijn. Die leggen we apart. Er zitten verder geen ringetjes of iets bij waarbij die gebruikt moeten worden. Er zitten wel ringetjes bij. Dus de vraag is even waar die voor zijn. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Laat ik daar even naar kijken hoeveel ringetjes er zijn en of dat dan hiervoor is of niet. Want die staan in de handleiding namelijk niet genoemd. Ja,
Dat zijn er 37. Nou, even denken, zal ik dat doen of zal ik dat niet doen? Zal ik die ertussen zetten? Nou, laat ik dat maar doen gewoon. Laat ik daar 12 stuks ook eruit halen om dat tussen te zetten, om dat keurig netjes te houden. Want dat kan natuurlijk geen kwaad. En die andere die doe ik weer terug in het zakje, want die zal ik dan hopelijk later nodig hebben. Maar die staan, dat kan ik zo wel zeggen, niet in deze handleiding, want ze staan op de lijst van onderdelen niet op. Zorgen dat we er geen verliezen, want wie weet hoeveel ik er straks nodig heb. Nou, even kijken of ik ze allemaal had. Nee, er gaat er nog eentje in het rond. Nou, die hebben we inmiddels ook weer te pakken. Dus die ruimen we ook weer op. Er zitten inbussleuteltjes bij, maar die vind ik wat aan de kleine kant. Ik heb hier wat grotere voor M5. Die gaan we er gelijk even bij zoeken. Even zien. Is dit inderdaad M5? Lijkt me niet. Ja, deze moeten we hebben. Zo. Oké. En dan gaan we beginnen met het bouwen van het eerste gedeelte van dit object. En we mogen niet alles gelijk in elkaar zetten, ook niet alles te strak draaien. Is allemaal heel belangrijk om dat niet te doen. Dus wat gaan we doen? We gaan even oppassen de voor- en achterzijde. Want we hebben bij die bakkelieten voor- en achterkant eentje met een bearing en eentje zonder een bearing. Dus we moeten dat wel even in de peiling houden van welke welke is. Ja. Oké. Okay. Eventjes zien, want dan is er hier ook nog een verschil tussen gladde achterzijde en niet gladde achterzijde. En dat zal te maken hebben met de motorshaft. Ja, dit is de buitenkant, dus dit is de buitenkant. En de andere kant is de binnenkant. Ik pak, dit is de achterzijde. Die ga ik beginnen met hem. En daar komen die extrusions op te zitten. Dat maakt, als ik het zo bekijk, niet uit. En dan ga ik beginnen met daarop. De eerste boutjes te maken. Even kijken dat ik ook keurig in zijn gaatje zit natuurlijk. Hè. Dus altijd eventjes een beetje pielen. Ze zeggen wel eens, de eerste is de moeilijkste. Nou, dat klopt ook wel. Ik wil het nog wel sterker uitdrukken. De eerste is niet alleen de moeilijkste. Maar hij wil er ook nog niet zo makkelijk in. Dan ga ik even de tweede doen. Misschien dat het dan beter gaat als ik de tweede er ook in zet. Kijk, want die draait er super gemakkelijk in. Alleen dus de eerste niet, dus die draai ik er weer even uit. Oh, nu gaat hij er ook beter in. Ik draai ze aan, maar niet helemaal 100% strakjes. Ze moeten echt nog los zitten. Het moet echt los zijn nog. Het is meer om het even te fixeren. En dan wordt dit straks dus inderdaad de linker achterzijde. Dit wordt de rechter achterzijde. Hier komt de tweede extrusie op te zetten. Die gaan we hier ook gelijk opmaken. Voordat ik dat doe, ik leg hem even neer. Ik heb even twee van die schroeven. En dan doe ik het ringetje alvast op. Dat maakt het iets makkelijker.
Deze draait er ook makkelijk in, dus dat is ook wel goed. En de tweede, oh, hopla. En zo zijn de eerste twee onderdelen erop geschroefd. Oké, gaan we vervolgens even kijken, want we hebben nu, je kunt aan de lengte al zien dat daar deze assen op moeten. Dus we gaan de lange weghalen, dan hoef ik niet eens meer in de handleiding te kijken, want dat is wel duidelijk. Dat is dus straks de X, dit is de Y. Want we gaan vervolgens deze erop schroeven en dat doen we weer erom. Dat zal ik even laten zien hier achterin. Hier zitten gaten. En die gaat daar doorheen. En we krijgen hetzelfde verhaal. Schroef hem nog niet helemaal vast. Houd er dus los in. En deze van het zoudenlaken een pak. Even kijken. Zo. Nu gaan we het geheel omdraaien. Even die draadas wegleggen. Ringetjes naar achteren schuiven. Oké. Goed. Volgende wat ik nu ga doen, en dat is misschien even wat vreemd op dit moment, maar ik moet gaan meten hoe ver straks de zijkanten weg moeten gaan komen vanaf de achterzijde. En dat is gelukkig, want dat was een van de belangrijkste dingen waarop ik die handleiding nodig had. Daar is namelijk een waarde voor en die waarde die is 46,5 mm heb ik uitgevonden. Dus ik moet gaan meten 46,5 mm en dat moet ik gaan markeren op de aluminium extrusie op de zijkant hier. Dus daar zo. Dus hier moet precies 46,5 mm en daar moet straks die omhoogstaande bakeliet komen, zeg maar even. Dus wat gaan we doen? We gaan 46,5 mm meten. Even kijken dat die keurig op 0 staat. 0. Nu staat die keurig op 0. Helemaal precies zul je dat niet krijgen, maar je kan het wel benaderen natuurlijk. Zo. En dan moet ik dat gaan markeren. Dat is weer even de kunst. Dat pak maar weer even mijn mesje ervoor. Misschien dat dat de beste weg is. Dat moet ik even kijken of dat zo is. Dat is één streepje. En misschien ook even hier aan de zijkant even eentje plaatsen. En dat zou dan ongeveer hier moeten zijn. Wel,
En datzelfde moet ik ook aan de andere kant doen, want daar gebeurt hetzelfde verhaal. Oké, ook gemarkeerd en dan aan de bovenzijde nog een keertje. En die heb ik ook gemarkeerd. Nou, oké. Dus die markeringen zijn aangebracht. Dus dat zou ik zo meteen moeten kunnen gaan zien. Maar wat we nu gaan doen, we gaan hem op zijn kop zetten. Weer met de pootjes, want let op, hè, die bakulietextrusie die heeft zeg maar hier zijn pootjes zitten. Dit zijn pootjes zeg maar als het ware. Dus dit is zijn onderkant. Dus ik kijk nu naar de onderkant toe van de bakulieten achterzijde. Nu krijgen we deze vier vrienden. Die moeten hierop gaan komen en die moeten er als volgt op gaan komen. Gaatjes naar beneden. He, dus we zien hier dat er een onderscheid zit van vibraties links of rechts. Dus hij moet steeds het verste, dus het dichtste bij de bakulietrand moet steeds de gaatjes het dichtste bij zitten. Dus aan de onderzijde moet hij er zo op. En aan de bovenzijde moet hij er dan dus zo op. Oftewel zo. Nou, oké. Eerst echter moeten er natuurlijk dan de bearings op. Dus ik ga heel even de extrusion wegzetten. Dan kom ik zo weer op. We krijgen de bearings, dat is ook wel een aardige. Want die zijn dan weliswaar ingevet, maar ik wil dit keer, en dat heb ik met de printer toen niet gedaan, dat wil ik nu wel gaan doen, voordat ik ze erin zet, of als ik ze erin heb zitten, wil ik de bearings ook nog even extra invetten. Ik weet alleen niet hoe makkelijk ze erin gaan, en dat gaan we nu merken. Even kijken. Oké, nou dat is niet extreem zwaar, maar we moeten ze er wel zomaar in tikken heb ik al gezien. Dat zie ik alvast. Want het is ook niet extreem eenvoudig. Ook dat is het niet. Ik het omdraai, misschien is het dan makkelijker. Ja, van die kant gaan ze er makkelijker in. Dus dat is mooi. Gaan we bij deze hetzelfde doen. Even kijken of deze kant of die kant. Deze kant dus. En inderdaad deze kant. Zo, de plasticjes zijn daar vanaf, dat is mooi. Maar nu moet er dus nog eventjes een klein tikkie op om het echt naar binnen te krijgen. Nou, misschien kan ik het ook wel zo doen, moet ik even kijken. Ja, dat gaat, geen probleem. Dat is de eerste. Dat is de tweede. De derde, zonder echt kracht te hoeven zetten, hè. Als alleen maar even het gewicht erop. Dus ik maak eigenlijk niks kapot. Ik druk ze alleen keurig op hun plek. Zo, nu heb ik alle vier die bearings erin zetten. Nogmaals, in dit geval hoe die bearings erin zitten, dat is niet verder extreem interessantheid. Ik pak mijn superloop, die eigenlijk ook gebruikt wordt voor de assen van de 3D printer. En ik ga een heel klein beetje... vet hier op die ballenrolletjes brengen. Elke bearing heeft drie rolletjes met ballen erin zitten. Ik vet dat even licht in. Dus twee. Je hoeft hier, ik ben hier niet zo voorzichtig mee als met de 3D-printer, hoor. Dat zeg ik meteen, want daar ben ik er wel iets zuiverder mee. Maar ik had zoiets van dat ik dat toch maar doen met dat vet.
dan is dat ook gelijk gedaan. En vandaar dat ze nu allemaal ingevet zijn. En dan kan ik ze gaan aanbrengen in de casing waar die straks in gaat komen. Nou, daar gaan we dan. Ik had al gezegd, onderste twee met de gaatjes naar beneden. Je ziet gelijk wat er gebeurt met dat vet, hè. Dat is één. Degene die daar bovenop komt. Zo. Zo, ja. Dat is ook goed. Het zouden grapje hier. En de tweede. Zo ja. De handjes schoonmaken. Zijn we er nog niet mee. Want ondanks dat hier staat dat je nu de rest vast kunt maken, is dat absoluut niet het geval. Ofwel. Nee, het kan. Het kan wel, ja. Geen probleem, want hij wordt er straks. Dus we gaan nu het andere gedeelte van de extrusie erop maken. Dat is deze kant. Hier moeten we wel weer even kijken van hoe die komt te zitten. Want hier komt straks die bearing doorheen. En er is nog één ander dingetje, want ik ga, dit is de bovenkant, ja, deze gaat hier alvast in. Daar komt namelijk straks de afstandsbediening en dergelijke in te zitten. Even kijken. Even denken. Wat is wijsheid nu? Want hoe gaat deze straks worden geplaatst? Daar komt die andere heen. Ik denk zo. Ik vermoed dat die zo geplaatst zal worden. En niet op een andere manier. Nou, wat we gaan doen. Ik ga eerst beginnen met die twee rods vast te zetten. Die twee hoedes vast te zetten. En in dit geval, net zoals bij de vorige keer, een beetje handvast. Niet meer als dat. En bij deze hetzelfde. En hier zal ik toch even de beruchte Allen wrench bij nodig hebben. Nou, voorlopig is dat goed zo. En dan krijgen we de vier hoekpunten. Op de extrusie. Dat is 1. En 2. Verder past het verder prima in elkaar. Als je je afvraagt wat ik daar net voor rood aan die zijkant. Ik had dus gisteren, misschien had je dat wel even gezien al. Wat dingen ook geprint, met name een casing voor, voor het moederbord, de Arduino. Maar ook, er zit een afstandsbediening bij, waardoor die zeg maar niet per se aan de PC hoeft te hangen. En dat is misschien wel prettig. En dat afstandsbediening, ook daarvan heb ik een behuizingje geprint. En dat behuizingje, dat heeft een klein beetje een soort van, daarbij gaat die extrusie, die gaat als een soort van slee dienen voor die behuizing. En dus ik heb die behuizing gelijk daarin gemaakt. Ondanks dat die afstandsbediening er nog niet in zit. Kan zijn dat ik hem los zal moeten halen. Misschien is dat zelfs wel iets om gelijk te doen. Gewoon voor de zekerheid. In elk geval, dit is in elk geval die behuizing zoals die eruit komt te zien. Waarbij dit dan dit de achterkant wordt. En dit de voorkant. Ik denk dat ik inderdaad voor de zekerheid toch nog heel eventjes deze kant hier loshaal. Maar dan puur deze kant. Om even, en dat is misschien toch wel veilig, om even die
weet het, die afstandsbediening in die box al in te bouwen. Dat is misschien wel fijn. Want ik heb daar ook nog niet van gezien of dat helemaal wel zo werkt zoals ik dat zou willen. Maar dat is even een ander verhaal. Want ik wil wel eens weer vaker dingen die niet kunnen, zeg maar. Dus ik zet dit weer even aan de kant. Gewoon puur omdat dit natuurlijk niet in de handleiding staat, moet ik dit op gevoel gaan doen. Die afstandsbediening heb ik hier liggen. En dat bestaat uit een aantal kartonnen, kartonnen plaatjes, ook niet echt karton, dat wil ik niet zeggen. Maar het is ook plaatjes, zeg maar, met daartussen een soort moederbordje. En voor zover ik het kan overzien, even zien, hij moet andersom, zo. Zou eigenlijk gewoon het kartonnen plaatje hier boven eraf moeten en aan de onderkant idem dito. Dus ik ga even kijken of dat zo is. Ik ga er weer even een uw inbussleuteltje bij halen. Die nodig is om dit hier los te maken. En dat gaan we eens even doen. Dan hopen we dat we niks kapot maken. Ik kan nu al wel het een en ander zien, want het grappige is dat hier aan de bovenkant geen gaatjes zitten. Dus de vraag is of hij er zelf in draait. En daar lijkt het wel op. Oké. Nou, ik draai ze er eerst even allemaal uit. Gelijk die spacers ertussenuit halen. Dan aan de andere kant hetzelfde natuurlijk. Het zit allemaal niet extreem vast, laten we dat voorop stellen. Het is niet zo dat je het niet los zou krijgen ofzo. En nou moet ik er nog eentje en dan heb ik hem los. Zo. Kijk, maar je ziet het plaatje, daar heeft verder niks om het lijf. Spacertjes eraf. En ook dit heeft niks. Het zijn gewoon opvulplaatjes. En nou zou ik dus, als alles goed is, hem hierin moeten kunnen zetten. Ik zie dat ik heel even de SD-kaart eruit moet halen. Nou, dat doen we dan gelijk maar even. Moet hij er natuurlijk nog wel in kunnen, dat is wel weer belangrijk. Kan die er dan ook nog in? Want ik vermoed dat hier de software op zit voordat. Zo. Dat was niet helemaal handig. En anders gaan we hem eerst maar eens vastdraaien. Laten we dat eerst maar eens doen. En dat vastdraaien, dat moet vanaf de onderkant. Hier vandaan. Hier nou nog een schermpje op, zo te zien wel. Dat ook nog even. Screen protectortje was dat. Even eraf gehaald. Dan gaan we eerst maar eens even dat ding erop draaien. Laten we dat eerst maar doen. Er zitten geen spacertjes meer tussen nu, dat moet ook niet nodig zijn. Vraag eens even of het met deze boutjes gaat lukken. Of ze niet te groot zijn, want dat zou best wel eens kunnen. Vooralsnog draaien ze er goed in. Kijk maar, nou draait hij hem kapot. Dus deze zijn duidelijk te lang.
Maar geen zorg, ook daar hebben we wel weer iets voor. Even kijken.